350 werknemers van de restbank van Dexia, u weet wel, die zogenaamde bad bank, die overbleef na de splitsing, hebben een bonus gekregen met een bedrag tussen de 2.500 en 45.000 euro. Dexia Holding boekt meer dan 10 miljard euro verlies en er was eigenlijk beslist om geen bonus uit te betalen. Maar volgens de bank gaat het hier om een premie, niet om een bonus. Yves Worms. De directie van de Dexia Holding, dat is niet de Dexia Bank, maar wel de restbank die afgesplitst werd, stelde eind vorig jaar voor een bonus aan zijn personeel te geven. Vreemd voor een bank die miljarden schulden maakt en waarvoor de Belgische staat voor nog veel meer miljarden waarborgen moet verlenen. Men probeert het wel uit te leggen als het is een verdoken bonus. Dat is het helemaal niet. Die mensen krijgen dit jaar geen variabel loon. Die krijgen geen loonsverhogingen. Dus die leveren eigenlijk al in. Het is een premie, geen bonus wordt ook nog gezegd. Voor bediende en lagere kaderleden ligt die tussen de 2.500 en 5.000 euro. Maar de hogere kaderleden kunnen 25.000 tot zelfs 45.000 euro krijgen. De Socialistische Bond keurde de premie voor de hogere kaderleden af. Om te vermijden dat het arbitrair en individueel is, hebben gezegd we zorgen dat voor het lager personeel het nog relatief redelijk is, maar de bedragen die op tafel werden gelegd voor directiekaderleden, wij konden daar echt niet aanvaarden. De topman van Dexia, Pierre Mariani, hier rechts van de hanen, kreeg vorig jaar nog een premie van 600.000 euro. Toen stijgerden de vakbonden. Toen is er vanuit de vakbonden ook terecht een storm van protest geweest. Ook nu horen we dat er heel wat debat intern is geweest of dat dit wel of niet moest toegekend worden. Wat ons betreft is het heel simpel. Niet enig ethisch besef doet inzien dat op het moment dat je iets recht houdt met geld van de belastingbetaler, dat dit echt niet kan. Volgens Dexia Holding moet ze de premies wel uitbetalen om haar medewerkers met financiële competenties te kunnen houden. Als ze dat niet doet, vertrekken ze meteen. Dexia Holding verdwijnt. We hebben hier een aantal mensen aan het werk die we gemotiveerd moeten houden, die we moeten trachten te houden in zeer onzekere en onduidelijke toestanden. En in die context is beslist om een beperkte premie toe te kennen.